maakt het zo bijzonder? De verschillende beentjes, eigenlijk onbekende beentjes. Je kunt overal even gaan kijken en het is altijd goed. De muziek vroeger. Vroeger was veel meer informatie en muziek. Tegenwoordig is het meer alleen muziek. Maar ja, het is muziek die je niet altijd hoort en die toch wel heel erg boeiend kan zijn. Wij komen hier altijd met de hele familie, dus dat is gewoon iets een traditie geworden. Het is altijd een lekker sfeertje, leuke mensen, leuke muziek. Het maakt zo bijzonder omdat jong en oud heel gemoedelijk samen dingen doen hier. En dat er eigenlijk nooit een onvertogen woord valt. En dat is heel bijzonder.